eerlijk zeggen, ik vind dat pak vind ik een beetje een verschrikking. En ik zeg, ik ga echt niet in een pak. Maar nu zeiden ze van ja, maar het wordt echt heel erg aangeraden, want het water is koud. Dus ik denk er nog even over na. Maar ik vind het niet lekker. Het trekt aan alle kanten. Dus je hebt echt het gevoel van jongens, wat moet dat? Het viel mij ook wel ietsje tegen. Vroeger dan zwom je zo een paar honderd meter weg. Maar het is lang geleden, dus ik moet wel eventjes weer de conditie ophalen. En de techniek? Nou, mag ook wel wat aandacht. Maar dat komt goed. Nou, ik vind het doel om voor de behandeling van kankerpatiënten en onderzoek, om daar geld voor bij elkaar te brengen, vind ik heel positief. Dat kan op allerlei manieren. Maar ik merk gewoon van zo'n zwemtocht door het water in Haarlem, dat heeft ook een hele eigen uitstraling en dynamiek. Dus dat komt er ook bij. En heeft u ook een persoonlijke motivatie om eraan mee te doen? Nou, ik ben in mijn vorige gemeente heb ik een aantal mensen meegemaakt die met kanker in de eigen familie werden geconfronteerd. En je ziet hoe verwoestend het werkt. En dan voel je je wel extra gemotiveerd als je aan die mensen denkt, ja. En dat gaat u ook doen op die dag? Ja, dan denk ik, dat vind ik het bijzondere van zo'n evenement. Dat je aan de ene kant denk je van, nou oké, het is ook leuk, het is boeiend. Maar je staat ook wel stil bij het feit van, je zit hier ook niet zomaar. Het heeft een bepaalde achtergrond en een bepaalde bedoeling. En mooi dat er op deze manier geld bij elkaar gezwommen wordt. U zwemt langs uw eigen huis? Ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Het gaat ook over de Bakenessegracht. Nou, daar woon ik. Dus ik kan onderweg even zwaaien.